Ja, gelukkig sinds 2 jaar is de Viking Race weer terug in 2023. We hebben 2 jaar moeten wachten. En het is gewoon fantastisch om die rijders van 11 tot 16 weer terug te zien in Tielf. Ja, ik vind het eigenlijk wel heel speciaal om hier aan mee te kunnen doen. En ik vind het ook heel erg leuk dat het met buitenlanders is. En dan kun je een beetje zien waar je staat ook. Het is wirklich eine große Ehre, hier zu laufen. Also, es ist wirklich toll. Also ich hätte selber gar nicht gedacht, dass ich hier jemals mitlaufen würde. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich hier dabei sein darf. Je kent je concurrenten wel uit Nederland, maar nog niet zo goed uit Europese landen. Dus die leer je dan ook een beetje kennen. En hoe goed zijn ze, de Europeanen? Ja, best wel goed, ja. We hebben dit jaar 292 deelnemers uit 15 landen. Er zijn een paar extra landen weer bijgekomen, waaronder Portugal, Oekraïne en Tsjechië. Ik vind het halt schön dat hier zo veel landen dabei zijn, zoals Italië, Spanje, Portugal en zo. En ik vind het sehr toll, want man kan hier ook vrienden maken en andere mensen kennenlernen en veel trainer. En die zijn alle sehr hilfsbereit en net. En ja, mir gefällt het sehr toll. Zeker in België is er niet zoveel competitie, dus om nu hier al die mensen om je heen te zien is toch wel speciaal en toch wel iets waar je ook naar opkijkt om echt met die grote mannen mee te rijden. Alle toppers uit Nederland, maar ook uit het buitenland hebben hier gereden. Waaronder Posma, Vriesinger, Wüst, Kramer. En ook uit het buitenland zie je gewoon Niels van der Poel heeft meegedaan in het verleden. Noorse talenten, Italiaanse talenten, ze komen allemaal voorbij. Welke landen doen het nou heel goed? Italië en Polen. Die twee die zijn echt de top. Ik vind het echt bizar welke tijden die Italiaanse rijden. Dat vind ik echt bizar. Echt. Last weekend, Davide Giotto won de 10K hier in Tielf. How big was that success in Italy? There wasn't much celebration, but I'm really excited for him. He was very strong. I'm happy for him. And is he your idol or do you have another idol? Yeah, he's my idol. Heb je een idool? Bart Swings. Ja, tuurlijk hè. Ja, wie anders? Jutta Leerdam, die vind ik heel goed. Ja, en wat vind je zo leuk aan Jutta? Nou, op de 1000 meter is ze gewoon heel goed, ook op de 500 meter. En ja, ik wil later graag zo goed als haar worden.